En door de recente koersontwikkelingen gaan ook de marktventers gebukt onder de moeilijke economische situatie. De koers is voor de US dollar. De koers voor de US dollar bereikte de afgelopen week de mijlpaal van 30 SAD. En dat zorgt voor een domino-effect bij zowel handelaren als consumenten. ATV-reporter Arantxa Swedo maakte voor u het volgende verslag op de noodmarkt. De onstabiele koers zorgt helaas voor het feit dat verschillende producten natuurlijk in prijs toenemen. En dan kijken we naar levensmiddelen, maar natuurlijk ook de groentes die we dagelijks eigenlijk dienen te consumeren. Vandaag staan we op de noodmarkt om te praten met enkele marktventers hoe zij omgaan met de economische situatie. If Amantak is sitting, if Amantak is sitting, mijn Amantak is sitting, want als het samen is sitting, dan is het 3 jaar ago. If Amam Doro 3 jaar is sitting. Dat want ik amai seti bubitre commit wi. Amai ne set noa bonsan commit wi. Loko, bijna so yoro temingo bai lai minang afro meser arfrek tu. Temingo bai bopal de arfrek. So yoro mabif tega matak loko no. Konte ka moni na mina oso tratamara. Mino mapaya man direk. Wan saka napi temingo bai saka napi na fanaf. Ay ak doisen. Wan saka sabano na tui doisen 500. So you me buying, but so you me bifte ega mata kombaka want to trade da me pay e. This a course revi me taigi ano bun sere. Look on if a course doro dollar 4 days on one barki euro. Taigi me say go do na for this. Wanneer ik moet gaan investeren om wat dingen te gaan kopen, ook voor bij baka, voor zeer baka, is dan altijd tem go me shitak e. Tem baya san so amoni, da apres dat die ekomoro he. Isi en dat me vind een ferry. Ik vind het wel erg man. Ja, wakano, takino, isabi tok met alasan kan. Met de man verstand als doe naar rekering. Met de man verstand zei sa. Want na wepina, lukuma bi pchin tu mino man sorgo den pchin. Isabi tok. Lukume hossel mino man, kom uit mi hossel. Isabi wenstref mino man si. Isi tok. Estrepina's marktventer stelt dat de regering erop moet toezien dat de economische controledienst haar werk naar behoren doet. Zij vindt het niet kunnen dat de Chinese handelaren vrijgelaten worden om hun prijzen maar op te drijven en er geen stappen ondernomen worden. Die mensen zitten maar op die posten terwijl de prijzen dagelijks omhoog gaan, aldus Pina's. Ze hebben een ministerie en, waar mensen werken en die prijscontrole moeten doen. Ze moeten die mensen niet zomaar laten zitten op hun ministerieposten, maar ze moeten hun werk doen. Ze moeten uitgaan en, in die winkels en hem gelukken en prijzen. Want dat de kira volk, Santoki, je moet echt wat doen. Die mensen die je op die posten hebt gezet om hun werk te doen, vooral prijscontrole in de winkel. Begin dat eens aan te pakken. Make de go tapafield, make de go in de winkel. En daardoor zie je de prijzen verschillen. Dat sommige prijzen 2 tot 3 maal zijn. En dat is te erg aan een gisteren aanvolg. U heeft het zelf gehoord. Helaas gaan de marktventers ook gebukt onder de economische situatie. Dan kijken we naar de instabiele koers en de verschillende prijsopdrijvingen waarmee ze dagelijks geconfronteerd raken. Ze moeten hun producten nog steeds verkopen. Dus ze doen er alles aan om nog net hun hoofd boven water te houden. En de rode draad eigenlijk in dit alles is dat ze vragen voor een verandering in deze economische situatie.